was Pinksteren, zeg maar. Dus ik denk 2-3 dagen later ging iedereen weer naar school, zo snel mogelijk. Nou, dat was eigenlijk weinig verandering nog in eerste instantie. Ik heb het gevoel vaak, als ik erop terugdenk, dat die nonnen alles in het werk stelden om die oorlog zoveel mogelijk van ons vandaan te houden. Enige, maar dat was pas later, wat we op school kregen, dat waren een soort luchtalarmoefeningen. Dat deden ze dan met een fluitje van als de sirene gaat, dan moesten wij als heel snel onder de banken duiken. Nou, dat vonden wij allemaal prachtig natuurlijk als kind. Maar dat was een oefening voor als er luchtalarm ging. Dat werd op school wel gedaan. Maar verder eigenlijk in eerste instantie heel weinig. Heel weinig. Er werd ook weinig over gepraat. Dus ja, de lessen gingen door. En wij bleven thuis en je amuseerde je gewoon thuis. Dat was heel normaal. Ik denk dat niemand op reis ging. We gingen zwemmen de hele dag naar de leemputten in Dorst. En van Lieverlee kreeg je wel, en dat vonden we eigenlijk ook wel leuk, dat die soldaten, die Duitse soldaten, die kwamen over de Baronielaan om schietoefeningen te houden bij de kogelvanger. En die liepen dan in kolonnes en die marcheerden op van die marsen dus die ze hadden. En dan maakten wij onze eigen teksten op van und wir fahren, weet je wel. En dan zei zij gegen Engeland en dan riepen wij plons, plons erachter. Oh ja. En dan voelden we ons ontzettend dapper, zo van dat we dat durfden. En en we liepen met ze mee en we lachten ze een beetje uit. En dat vonden we al heel flink van ons. Ja. Maar verder was het vrij rustig, zeg maar, nog wel. Ja. Ik kan me heel goed herinneren dat er een paar kinderen waren die zo'n ster op hadden. Dat is kort geweest. Ik denk dat die, dat was een jongetje, nou, van een jaar of 7, 8, die met zo'n ster liep. Ik zie hem nog voor me, een bruin jasje met zo'n ster erop. En ik denk een huis of 4 bij ons vandaan woonde, een Joodse familie. Een meisje van iets groter dan ik. Ik denk 3 jaar ouder zo'n beetje. Die had ook zo'n ster. En die waren ineens weg. En toen zei mijn vader wel, ja, die zijn opgepakt. Maar wat dat betekende, had je eigenlijk niet zo in de gaten. Want er stond heel duidelijk op, Jood ook. Hè? Het was zo'n gele ster. En daar stonden dan van die lettertjes op. En dat moesten ze, omdat ze Joods waren. Dat werd wel gezegd. Nou, dat nam je als kennisgeving aan. Kinderen zitten daar niet mee, hoor. Er was niemand die dan riep, juffrouw, waarom? Nee, we waren toen vrij docil, denk ik, hoor, toch wel. En op een gegeven moment waren die kinderen weg. Ja. Wat we wel heel duidelijk merkten, er waren een paar kinderen waar we van thuis niet mee om mochten gaan. Dus de familie Krul bijvoorbeeld, die woonde op de Baronielaan, een huis of 10 bij ons vandaan. En toen kregen we thuis zoiets van, nou, dat zijn vriendjes van de Duitsers, we willen liever niet dat jullie met die kinderen omgaan. En toen hadden wij heel gauw door, die waren bij de Hitlerjugend ook. En dan zei je, godverdamme, weet je. Dus je voelde wel heel goed dat dat de vijand was, hoor. Dat kon niet, zeg maar. Dat kon je niet maken. Want dat jongetje Krul, die ging dan de woensdagmiddag en de zaterdagmiddag. Dan moesten ze in uniform. En dan zagen we hem lopen. En hij vond dat prachtig. Met die bruine, korte, lange broek, zeg maar. En zo'n overhemdje aan. Maar, daar distancieerde je je van. Heel simpel. Dat ging ook heel makkelijk, want er waren meer kinderen. Dus je liet ze gewoon links liggen en hij ging naar zijn oefeningen, denk ik. Er waren 2 van mijn broers. Die moesten naar die arbeidseinsatz dus weg. En de oudste, Hein, is even ondergedoken geweest. Die moest ook het eerste weg. En die zat met een jonge ouderling, waren ze bij een boer ondergedoken. En dat heeft misschien 2 weken geduurd. En toen, ja, wij hoorden ze zijn verraaien. Dus toen moesten ze alsnog naar Duitsland. En toen weer even later moest Huub, die was dus 1,5 jaar jonger. En waarschijnlijk op grond van het feit dat hij zo jong was, zat hij niet zo ver over de grens. En die mocht ook iedere zoveel weken met verlof komen. Want papi had dus een illegaal een radio ergens opgesteld. En dan kwam dan de halve buurt luisteren. Dus wij zaten natuurlijk met spanning naar het poem, poem, poem elke keer te luisteren. En dan kwamen de berichten waar die bombardementen heen gingen. En je hoorde ze ook overkomen. Nou, toen heeft mijn moeder heel wat afgebeden, hoor. Van dat ze niet naar het Rijnland gingen, waar de jongens zaten. Dat was zo'n geluid, dat herken ik nog onmiddellijk, zeg maar. Dat toen, 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 toen. Dan kwam de nieuwsberichten van de BBC.
En nou, dan moest iedereen helemaal stil zijn, want er moest natuurlijk geluisterd worden. En ook dat afstemmen van tevoren al op die radio, er zat zo'n oog om het geluid zo duidelijk mogelijk te krijgen, zeg maar. Hè. Dan, ja, dat was spannend. Van, dan komt het nieuws. Jongens, allemaal stil, we moeten het horen. Dus. Mensen voelden zich daar ook wat overmoedig. Dan zaten we daar in die kleedkamers en dan galmden we met z'n allen van die zogenaamde verzetsliedjes. Dus dat kan ik me ook heel goed herinneren. Er werd gezongen in die hokjes, dan voelde iedereen zich dapper. Zo van, oh, kleine schildersjongen, wat ben je toch begonnen, weet je wel, dat soort liedjes. En dat klonk lekker. En die kleine schildersjongen, dat was Adolf. Dat was Adolf. Met je vliegtuig, mitrailleur en bommen kun je toch nooit in Engeland komen. Dat ken je gewoon nog. Hè. Want hoe was het ook weer? Duitsland is niet zo machtig. Engeland is veel te krachtig. En je bommen zijn niet goed. En je bommen zijn niet goed. Nou, zulke soort teksten werden er gemaakt. En die kende iedereen. En die zongen we dan. Dat vonden we prachtig mooi natuurlijk. Hè. Hoe liep het af? Het eten werd steeds schaarser. Dat merkte je goed gewoon. En dan moest van alles uit de kast gehaald worden om eten bij elkaar te scharren voor dat hele gezin. Nou, op een gegeven moment hoor je via die berichten, dus dat werd op een kaart ook bijgehouden met spelden en punaises. Mijn vader had zo'n landkaart. Toen was het op een gegeven moment, oh, ze zijn geland in Frankrijk. Nou, dat was echt een binnenskamers feestje natuurlijk. Dus, en die V1's had je natuurlijk, die laatste periode. Dat was wel heel spannend. Die V1's en V2's die overkwamen en die stotterden dan. En dan hield iedereen zijn adem in van wat gebeurt er nou. En dan hadden we, nou ja, dan hoorde je of een dreun of ze gingen stotterend toch door. Dus dan haalde je allemaal opgelucht adem van, oh, niks gebeurt. Je hoorde ook wel eens een dreun als er een was neergestort of neergeschoten, neergehaald. Dat gaf wel een stuk spanning. En dat verduisteren was spannend, dat alles verduisterd moest zijn. Je mocht geen licht maken. We hadden dus ook een soort hele kleine lampjes gemaakt van fietslampjes met een transformator, waardoor we dus 's avonds in bed toch konden lezen onder de dekens. En de stad moet niet zichtbaar zijn, want anders wordt Breda gebombardeerd. En dat snapte je wel. Dus er mocht geen licht naar buiten, dat wist je. En toen zaten we in eerste instantie in de kelder en we hoorden al dat gebulder om ons heen, dat wel. En op een gegeven moment kwam onze vader, die zei, luister eens, er is toch plaats in de schuilkelder aan de overkant. Dat is toch beter, we gaan naar de schuilkelder. Dus toen hebben we alles bij elkaar gepakt wat we pakken konden. En dat vond ik heel spannend. Toen zag je ook over je hoofd die lichtflitsen en dat oplichten van dat geschut waarschijnlijk. Dus toen zijn we gerend in één adem, zeg maar, van de voordeur van de Baronielaan naar die schuilkelder toe. Die zat achter de huizen van de overkant, dus dan moesten we door een donker poortje en naar die schuilkelder toe. En daar zaten dus buurtgenoten weer. Er was ook licht. Nou, dat was een ware opluchting, maar dat was angstig. Dat fluiten van die granaten en dat oplichten wat je zachter werd gevochten, zeg maar. Dat hoorde je ook aan alle kanten. Ik denk dat we daar twee nachten geslapen hebben. En dan dus twee dagen eroverheen. En toen kwam weer mensen zeggen van, nou jongens, het is veilig, kom maar naar buiten. En toen hoorden we pas dat het Polen waren. Dus eerder niet. Er gebeurde van alles, maar we wisten niks eigenlijk. Je zag waren niet eens zozeer tanks als wel die gevechts, die kleine carriers met die halve rupsbanden, zeg maar. En die gingen door de straat en de bruggen waren opgeblazen. Dat merkten we toen ook, dat hoorden we toen ook. Dus dat je dus, het was allemaal heel rommelig in eerste instantie, hoor. Wat ik me wel herinnerde, toen werden dus meteen die Beliebruggen gelegd, een noodvoorziening. En toen zagen we de Polen eigenlijk pas goed. Toen moesten ze daar bij de Emmelaan, daar was zo'n pleintje. En dan moesten ze dus materiaal aanvoeren voor die brug. En op de Baronielaan kwam ook zo'n brug met een fietsbruggetje ernaast. En toen konden we vrij snel weer naar school. Dat was toch essentieel kennelijk.